dinsdag 16 november weer een extra uitzending van de Oosterbühne. Daar zitten we weer. Ja. Dag Jan van Sta. Er is altijd wat, hè? Ja, en ja. Tijmen van Wissing, had je dat gisteren gewoon niet kunnen vertellen van joh, Ad Langer stapt op bij Zwolle en dan meteen door? Komt voor mij wel eens een verrassing. Ja. Ja, het moment mij ook. Toch. Ja. Ja. Maar vorige week had je al iets in de Oosterbühne van nou, dat gaat niet zo heel erg lekker met Art. Nou, ik vond zijn lichaamstaal stuitend na afloop van de wedstrijd tegen Cambuur. Toen was jij nog degene die zei, ja, we moeten het wel een beetje voor Art opnemen. Ik neem het altijd voor Art Langer op. Ja, maar ik vind het ook een hele prettige figuur. Ja. Een hele aardige man in de omgang. Ja. Niets mis mee. Dus ik vind het ook heel erg spijtig dat hij deze beslissing heeft moeten nemen. Maar ik vind wel dat als je kapitein bent, ook al vaar je op een zinkend schip, dan ben je de laatste die de manschappen in de steek laat. Aan de ene kant kun je ook zeggen, het is eerlijk, want hij vindt zichzelf niet meer de juiste man om Zwolle nog weer op koers te krijgen, samen met Dwight Lodewegers. Dus hij heeft er zelf de brui aangegeven. Ik had het vorige week wel verwacht als hij het had gedaan, maar vorige week zijn er nog heel veel gesprekken gevoerd met de spelersraad. De technisch directeur, nou, de algemeen directeur was op vakantie, zoals jullie weten. Dus hij is nog wel echt uit de put gepraat. Nou, en toen leek het toch wel weer zo te zijn dat Art er weer vertrouwen in had. Maar gisteravond heeft hij dus besloten om toch te zeggen, ik stop ermee. Is het een vertrouwensbreuk tussen Art Langer en de spelersgroep of Art Langer en de organisatie? Nou, ik weet niet of daar een vertrouwensbreuk... Jij wilt mij nu iets in de mond leggen. Ik denk niet dat de spelersgroep klaar is met hem. Wat er op de burelen allemaal gebeurt. Ik denk niet dat Art Langer ook een vertrouwensbreuk heeft met Mike Willems. Ik weet niet hoe die samenwerkt met Marcel Boudestein. Dat kan ik niet inschatten. Hij heeft vooral ook de conclusies getrokken op basis van de resultaten, lijkt mij. Jan, ja. En Dwight Lodewegers gaat mee in zijn kielzog. Ja, dat vind ik wel goed. Dat vind ik klasse. Die zijn samen verantwoordelijk. Dwight deed natuurlijk al veel veldtraining ook. Hè. Dat is ook logisch. Dat is geen enkel probleem. Ja, dan moet je ook consequent zijn. En ik denk dat ze uitgebreid met elkaar gesproken hebben over, om deze stap te nemen. En als ze er beide geen brood in zien. Je had ook kunnen zeggen, Dwight schuift door. Theoretisch. Ja. Nou, dat gebeurt dan niet. Dus ik vind het wel heel knap van Dwight. Maar vind je het nou eerlijk of vind je het laf van de heren? Laf of weg te lopen voor problemen. Nee. Ik ben niet zo'n wegloper. Maar Langer loopt ook niet weg voor die problemen. Lopen, nee, misschien spelen er wat andere elementen mee. Dat die vertrouwen mist. Vertrouwen. Vertel jij even wat er aan de hand is dan. Nou, ik denk dat het niet boten tussen Marcel Boudestein en Ad Langer. Ja. Anders kan ik me geen... stond er goed op bij zijn spelersgroep. Art en Dwight ook. Dus daar kan het niet aan gelegen hebben. Ja, maar dan moet je maar opstappen. Of... Als het even niet botert. Nee, het is meer de combinatie van resultaat, denk ik, gevoelsmatig. En hij is toch echt een Zwollenaar. Dus je zou van hem niet verwachten dat hij nu zou opstappen. Ja, dit doet hem enorm veel pijn. Want ik heb nog de hele presentatie teruggekeken van begin maart. En als je dat dan terugziet, de joligheid, hè, de bravoure waarmee hij daar zat. Het was, het is altijd een prachtige man om te interviewen. Want het is heel studenticoos, het is een beetje ondeugend. En hij zat daar echt weer met die pret-oogjes achter die tafel. En hij was zo trots dat hij weer in Zwolle aan de slag kon gaan. Ja. En hij heeft dit compleet ik denk niet dat hij het onderschat heeft. Hij heeft het helemaal onderschat. Ja. Het niveau van de Eredivisie met Zwolle. Ik weet niet of hij op de hoogte was van de huidige situatie bij PEC, financieel gezien. Ik denk dat Adriaan Visser niet de cijfers helemaal goed heeft voorgelegd. Hij heeft daarna wel heel intensief gewerkt met Mike Willems. Dus hij heeft elke keer wel heel nauw contact gehad over welke spelers wel of niet haalbaar waren. Nou, uiteindelijk is ook heel veel niet doorgegaan. Maar als je dat afzet tegen hoe hij de afgelopen maanden daar voor de camera stond. Ja, die man is echt 10 jaar ouder geworden in een paar maanden tijd. We gaan even naar de periode, de tweede periode van Art Langer bij PEC Zwolle. Nou, start blij, trots en gelukkig om weer trainercoach te worden bij deze mooie club. Na een moeizame voorbereiding waarin PEC Zwolle weinig scoort, begint de competitie thuis tegen Vitesse. De Arnhemmers winnen met 1-0, maar het spel van PEC Zwolle biedt aanknopingspunten. Aanknopingspunten zijn geen punten. En in ons spelletje en in mijn job gaat het om punten. En als je dan een wedstrijd hebt waarin je gelijkwaardig bent, dan moet je ook wat halen. Dat doet PEC Zwolle de weken daarna ook niet. Uit bij promovendus NEC wordt verloren, net als van Willem II en Ajax. Na 4 wedstrijden staat PEC nog op 0 punten en op 0 doelpunten. En die komen er ook niet in de beladen IJsselderby tegen Go Ahead Eagles. Zwolle scoort weer niet. En Zwolle vestigt een negatief record in de Eredivisie. Thuis tegen Sparta komt PEC eindelijk van die hatelijke nul af. Het speelt met 1-1 gelijk.
Ja, moreel betekent heel veel. Dat zie ik wel in de kleedkamer terug. Dan is er een opluchting en blijdschap dat we toch ook wat kunnen halen. En niet alleen maar goed spelen, maar ook kunnen halen. En laten we eerlijk zijn, we hebben pas begin september de selectie compleet. We hebben heel veel jongens die een conditionele achterstand hebben. We hebben een aantal jongens die niet mee kunnen doen. We hebben een hele moeilijke start gehad. En dan is het heel erg lekker als je niet hier naartoe hoeft te lopen met weer 0 punten en 0 goals. Maar het krijgt geen vervolg. Daarna is er een dikke nederlaag tegen FC Utrecht. Tegen PSV lijkt PEC Zwolle lange tijd te stunten. Maar in de slotfase gaat het alsnog mis. Vertessen. Vinicius, daar Gakpo! Het staat 2-1. Eind oktober is er dan eindelijk die eerste overwinning. Er wordt met veel geluk gewonnen van Heracles Almelo. En in de beker wordt de Graafschap verslagen. Maar weer wordt die stijgende lijn niet doorgetrokken. Tegen AZ wordt een 2-0 voorsprong verspeeld. Daarna was alle hoop gevestigd op de cruciale thuiswedstrijd tegen Cambuur. Maar in dat duel straalde PEC helemaal niets uit. Het verloor terecht met 2-1 van de promovendus uit Leeuwarden. Maar op dit moment is de conclusie simpel. We zijn zwaar onderaan en we zijn de minste ploeg van de Eredivisie. Maar dan is de selectie kwalitatief niet goed genoeg? Nou, of de trainer slecht, of geef maar een naam. Dat zal daar ergens wel aan liggen. Mooi overzicht. Ja, daar viel jij, knap gemaakt door Nico Wans, ja. Daar viel jij over, dat laatste interview. Ja, Toen zag je een hele andere Art Langler. Nou, ik heb straks nog wel een fragment hoe dat dan in 7 dagen kan verschillen. Maar laten we misschien eerst even hebben over of hij wel de juiste man ook is. Hè? Want ik vind het wel hij heeft die vraag zichzelf ook gesteld. Vinden jullie dat Art Langer een trainer is die degradatievoetbal kan spelen? Ik denk dat hij zelf, hè, dan vul ik het misschien voor jullie in, maar dacht van nou, ik ga een beetje als een Engelse manager aan de slag. Ik ga een beetje met de hoofdopleidingen bezig. Ja, en dit vraagt gewoon elke dag, elke uur de focus bij het redden van dit elftal. Dat was vreemd, want hij heeft natuurlijk wel de tijd gehad. Hè? Toen Konteman het overnam, tijdelijk, om zich in te lezen in die club. Nou, dan had hij ook de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Ik weet niet of ze hem wel op het juiste pad hebben gezet. Want hij heeft natuurlijk wel een wensenlijstje gehad. En zijn die allemaal gekomen, zijn die niet allemaal gekomen? Het begon eigenlijk al met Groenendijk. Ja. Daar begon het al mee. Het begon met namen noemen. Het begon met assistent. Ja, maar assistent trainers. Daar begon het eigenlijk al mee. Ja. Van dat hij die rol van technisch manager. Ja, maar Lodewijk is toch een prima assistent. Kom nou. Hartstikke goed. Ja. Nou, daar had je ook. Ik zei het een beetje. Van, zou hij niet meer toch de manager zijn? Ja. Dat gevoel had ik met hem. Vanuit de KNVB, hè, beleidsmatige plannen maken. Ja, daar is hij gewoon heel goed in. En nu, die vonk moet overslaan. En dat elftal, je zag hem de laatste weken afglijden. Veel wisselingen binnen het elftal. Door elk, ja, het kan door blessures, schorsingen zijn. Dat zag je ook al. Maar hij had zelf heel wisselend, als je naar hem kijkt, naar die interviews, wisselend was hij elke week. Ja. En zoals hij begonnen is, dat heeft hij bijna niet meer uitgestraald. Dat heeft ook met resultaten te maken. Maar tegen Vitesse was het best wel aardig wat Zwolle liet zien. Want die wedstrijd zijn al geweest. Nee, moet je goed beginnen. En dan een week later bij NEC gaat het fout en dan ga je husselen in de basis zelf. Ja, maar goed, hij heeft die groep een beetje doorgelicht, denk ik, met zijn collega's trainers. Want hij is niet alleen, hij is eindverantwoordelijke, maar er zaten er nog een paar op de bank. Hè? Dus die hebben er ook invloed op gehad. Maar we hebben steeds gezegd, we maken ons zorgen om het aanvallende spel van Zwolle. Nou, dat levert ook weinig punten op. Ja, hij heeft toch ontegenzeggelijk fouten gemaakt natuurlijk, ja, dus met paal. Ja, hij heeft een paar posities niet goed ingevuld. Nee. Ja. Je zag Art Langer trouwens ook al, dat zei vanochtend op de radio ook al, toen Misitjan vertrok naar Twente, toen reageerde hij ook heel vinnig. Ja, maar hij heeft die voorbereiding ook gezien en ik zag al een oefenwedstrijd tegen Volendam en daar stond er eentje in de spits. Nou, die schiet de ene naar de andere bal erin, dat is Muren. Nou, hij zou willen dat hij alleen maar het broertje van Muren al in Zwolle in dienst zou hebben, want hij heeft natuurlijk geen enkel scorend vermogen in zijn selectie. Dus ik snap wel dat hij aan het zoeken is geweest, maar los van dit alles, Art Langer, ik denk dat hij ook zichzelf vergalopeerd heeft. Toen hij in maart aantrad. Want hij zat daar en ze spraken ook over middenmoot. Er werden wat vragen gesteld over het visioen van Adriaan Visser bij plek 6 en plek 8. Nou, laten we daar nog maar heel eventjes van wegblijven, zei hij nog heel realistisch. Maar dit hebben ze nooit zien aankomen, dat Zwolle gewoon degradatiekandidaat nummer 1 is. Nou, we hebben Mike Willems naar Vitesse gesproken. Nou, die was er wel mee eens dat de versterking moest komen. Ja, Die zijn het er allemaal wel mee eens. Die zitten wat realistischer in. Ja, maar wat gebeurt er plek dan? Plek 15 was ook goed genoeg. Al toen. 12 tot 15. Ja, dat hadden ze wel snel gezien. Want kijk, als je naar die selectie gaat kijken. En ze hebben natuurlijk ook heel veel blessures elke keer. Ja, maar die gaan fitheid er niet van doen, die groep. Nee, Jan. Die fitheid van die groep is niet goed. De kwaliteiten zijn niet voldoende. En als het dan even tegen zit. En het zit, laat me nou ervan uitgaan.
En ik heb het niet vaak over een keeper, maar als je de eerste wedstrijd gelijk al ziet, je ziet die beelden weer terug, denk je, daar begin je al. Ja, maar ja, er zijn ook heel veel zwakke broeders bij. Maar juist, dan is het nog de taak als trainer om de boel bijeen te houden en ja, dat lukt samen hem niet voor het resultaat dat te gaan. Lukt hem niet je nu kunt ook de onrust binnen de club, want het is natuurlijk, die club er staat niet een klein beetje in brand. Ik zou zeggen, ligt te laaien daar in de provincie. Maar hoe reageren de supporters eigenlijk? Nou ja, bij de supporters heeft hij natuurlijk heel veel krediet, want het is de man die Zwolle heeft laten promoveren. Het is een prettige figuur in de omgang. Hij komt uit die stad, het is zijn grote liefde. Hij zou de verbinder worden. Nou, dan snap ik wel dat hij nog steeds veel draagvlak heeft. Maar uiteindelijk heeft hij het ook gewoon niet goed gedaan. Zo eerlijk moeten we ook stellen. Resultaten, op resultaten. Ja, resultaat. Maar hij heeft ook gewoon fouten gemaakt door al meteen na 2 weken te gaan wisselen. Zo uitgebreid. En ik vraag me af of hij de juiste man is in zo'n donkere tijd. Nou, nu is gebleken dat hij dat niet is, want hij gaat toch ook vrij vroeg weg. Hè? Het is nog niet overboord, hè? Je kunt het ook. Nee, dus daarom zeg ik ook. Ja, maar jij zegt, ja, maar als het even niet botert met Marcel Boudestein, dan moet je hem maar vertrekken. Ja, maar nou, dat kan ook een verleden hebben. Uiteindelijk denk ik wel. Het kan ook een verleden hebben tussen die twee. En dan is het dom dat ze daar Boudestein neergezet hebben. Ja, maar dat lijkt mij sowieso niet de meest verstandige beslissing. Maar goed, ze hebben. Want laten we die man nog niet helemaal kapitelen. Want hij zit er ook nog maar net. En de helft maar van ik heb ook niks tegen Marcel Boudestein, hoor. Voor alle duidelijkheid. Ja, maar het is. We hebben die. Kun je nog herinneren dat wij hier toen zaten met de bitterbalaffaire met Jan Eversen? Toen hadden we zo'n goede tijden, slechte tijden leader. Nou, nu moeten we een leader van House of Cards voor de dag halen. Het is een ongezonde mastheid in Zwolle. Je hebt een soort tweespalt in de samenleving nu met gevaccineerden en ongevaccineerden. Nou, je hebt bij Zwolle heb je wel 93 kampen. Want Adriaan Visser speelt nog steeds een rol op de achtergrond. Mike Willems is vogelvrij. Die wordt van alle kanten aangevallen. Jij lachte mij uit toen ik zei van, joh, het is veel te veel Zwols binnen Zwolle. Ja, en dan krijg je die intriges. Ik zeg het nog. Nee, ik heb je maar niet uitgelachen. Maar dat is het probleem. Het is een constatering. Het is een constatering. Ja. En het is een ongezonde machtsstrijd daar binnen die club. En ja, ik vraag me af of die club nog te redden is op dit moment. Ik denk misschien is het wel het beste gewoon degraderen en alles van nul af aan opbouwen. Wijze woorden. Ja? Nee, maar als het zo rommelt aan de top. Als het rommelt. Nee, niet. Je moet het niet opgeven, maar je rommelt aan de top gewoon. Die Marcel Boudestein, die is daar dus vorige week zat hij dus wel lekker op vakantie. Ja. Die staat dus vandaag voor de camera. Kan toch niet? Nou, we gaan even naar Marcel Boudestein. Want Boudestein weet ook dat Langlaert mogelijk anders ontslagen zou zijn. De komende. Gaat het gesprek aan. Kijken eventueel of er nog een kans is om dat te keren. En zodra het, dat duidelijk is dat het onomkeerbaar is, dan moet je verder. Ja, hoe klonk hij? Te neergeslagen, teleurgesteld. Dus ja. Probeer hem dan nog over te halen? Nou, wat ik net zei, over te halen niet. Maar probeer al te kijken van wat de beweegreden is. En op het moment dat iemand, iemand die wel overwogen besluiten neemt. Dus dat heeft hij ook de afgelopen dagen goed gedaan. Dan weet je eigenlijk dat dat ook geen zin heeft. Nou, dit was dus Marcel Boudestein over het plotsklapse vertrek van Langelaar. Ja. Nee, ik zit ernaar te kijken, hè, want iedereen moet dan zijn woordje doen. En dan wordt hij er in één keer voor die camera neergezet. Maar hij heeft wel overwogen een beslissing genomen met Dwight samen. Om weg te gaan als Zwollenaar zijnde. Dat doet hem heel veel pijn. En dan komt er een nieuwe technisch directeur. Nou, die zal toch ook met de trainers. Dat is een algemeen directeur. Maar die is zich ook nog bemoeid met technische zaken. Ja, dat bedoel ik. Nou, dat denk ik bij mezelf. Van ja, die komt net kijken en die gaat dan hier. Heb hij er alles aan gedaan om het voor Art en voor Dwight mogelijk te maken om resultaten te boeken? Dat is mijn grote vraag. Want als je op vakantie gaat, in deze tijd, we hebben het vorige week gezegd, je kan niet op vakantie gaan, je kan geen baantje erbij doen. Hele club staat in de brand. Er was een werkvakantie. Werkvakantie? Ja, want hij heeft zich ingelezen in de club. Maar dat had hij een paar maanden daarvoor al moeten dat doen. Dat bedoel ik. Daarom zeg ik, ik vind dit ja, heel je moet makkelijk. Je moet het hele interview maar eens op de website kijken. Ja. Als je een blauw-wit hart hebt, dan word je in en in verdrietig. Boudestein hebben we ook nog gevraagd naar de resultaten van Art Langlaert. En als die dan nog waren uitgebleven, dat hij dan ontslagen zou worden. Iedereen weet hoe de voetballerij werkt. Als je staat waar wij staan, dat staat altijd de positie van de trainer onder druk. En hij heeft gekozen om door de voordeur weg te gaan. Het besluit nu zelf te nemen in plaats van af te wachten. Als de resultaten zo blijven, dat het misschien een andere kant opgegaan had kunnen zijn. Nou, ik zit ernaar te luisteren en te kijken, naar zijn lichaamstaal ook met name. Maar ik heb geen enkel gevoel bij hem. Ja, hij is ook wel ongemakkelijk natuurlijk. Ja, is ook zo. Hij staat ook op een dansende vulkaan. Hè? Ja, nee, maar als ik hem zie staan, dan denk ik van nou. Hij praat wel heel lichtzinnig over het vertrek. Dat bedoelde van, ik met, heb je er alles aan gedaan? Ja, dat vind ik. Vind ik hoor. Ja.
Ja, maar hij komt binnen. Hij heeft een week net zijn kantoor ingericht. Is op vakantie gegaan en ik kom terug. Dan kun je zeggen van, joh, spijtig. En de twee belangrijkste trainers zijn vertrokken. Ja, nou. maar hij zegt niet van, joh, ik vind maar het maar heeft dat met elkaar triest. Te maken? Heeft het een met het ander te maken? Bert zegt van wel, ik weet het niet. Ja, gevoelsmatig wel. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Tuurlijk. Situatie. Want die spelers die willen het nog wel doen voor Dwight Lodewegers. Die wordt aanbeden door heel veel voetballers. Over zijn werkwijze. Ja, goede trainer, goed mens. Ad Langer. Heb jij enige kritiek vanuit de spelersgroep gehoord op Ad Langer? Kunnen nou niet al die haantjes daar in Zwolle... Nou, dat is het probleem. Niet gewoon even alle egotjes opzij zetten? Zoals jij en ik kunnen door één deur. Jij bent één groot ego... Kijk, ik zou er nog wel opzij kunnen zetten. Want jij, als ik jou een loer zou draaien, zou jij ook heel lang in rancune kunnen blijven hangen. Want jij zei net ook van, ja, er is misschien wat in het verleden gebeurd. Nou. Wat moet er dan wel niet gebeurd zijn? Wil jij je droomclub zo in de steek laten? Nou, maar als je nu Marcel Boudestein zo hoort, vind je dit een sterke optreden dan? Nee, dit? Helemaal niet. Maar daarom zeg ik, al die haantjes moeten hun ego opzij zetten. Wij hebben heel vaak kritiek ook op Mike Willems. Maar Mike Willems is wel de enige die daar nog keihard werkt. Die maakt heel veel fouten, hoor. Maar dat is de enige die nog het belang van die club voorop stelt. Dat hebben we nooit gezegd toch over Mike Willems? Nee, dat hij niet hard werkt. Jij bent hier ook jarenlang de woordvoerder geweest van Adriaan Visser. Die speelt op de achtergrond ook allerlei nog weer van dat soort intriges. Ik hou daar totaal niet van. Maar onder Visser was het wel een stuk rustiger in de beginperiode. Ja. Samen met Nijkamp. Dan kun je zeggen wat je zegt. Ja. Toen ging het ook wel iets beter. Dat klopt ook. Maar dat werd toen wel beter geleid. Maar als je Marcel Boudestein... Ik heb niks tegen Marcel Boudestein. Want ik ken Marcel nog uit de periode toen hij nog speler was. Maar daar staat niet iemand die heel veel empathie uitstraalt. Toch? Of? Ja, maar... Je moet de boodschap verkondigen over dat de trainer heeft aangegeven dat hij weggaat, ja. Nee, maar wat ik mis... Het hoort bij topsport, ja, hè? Nee, als je over de resultaten praat en er blijft achter, dan kan je zeggen... De spelersgroep ziet het niet in hem zitten, de resultaten vallen tegen, de druk wordt groot van sponsors, weet ik veel wat, publiek. Nou, maar dat is helemaal niet aan de orde. Maar ik denk altijd, Boudestein, Willems en die twee trainers die verantwoordelijk zijn, voor het eerste helftal, dat moet één groep zijn. Ja. En als ik dit zie... Dan denk ik van, nou, dit is bij lange na geen groep. Maar als jij nu, waar zet jij je voetbalverstand bij dan? Als je Lodewegers en Langer hebt, dat zet je dan tegenover Willems en Boudestein. Nou ja, ze hebben gekozen. Waar kies jij voor dan? Nou, ik had in eerste instantie gekozen voor Langer en Dwight. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is logisch, maar dan gaat het er wel om. Die mensen die later zijn ingestroomd, die moeten wel in dat treintje meepassen. En ik heb een slecht gevoel daarbij dat meespeelt. Dat dat toch iets is dat ze... Die Langele gaat toch niet zijn droomclub nu al in november... Gaat hij zomaar weggooien? Ja, maar hij, vorige week hebben we hem gezien voor de camera. Nou, dus er speelde al wat je langer. Moet als technisch directeur dan ook wel weer zorgen... dat hij weer een beetje kleur op de wangen krijgt. Ja. Steun van boven is het belangrijkste. Weet je, ik heb Art gesproken. Dat was na de wedstrijd, na het punt tegen Sparta. Ik zeg, Art, waarom sla je... Ja, dat is het grootste probleem. Geld. Ja, waarom sla je niet met de vuist op tafel... Ja. En probeer je vege lijf niet te redden en te schreeuwen... van joh, er is mij iets beloofd, maar dat is er niet. Ja, er is mij iets beloofd. Je bent ook al zo'n verwend kind... Is mij iets beloofd en er is geld. Nou, dat er geld zou zijn. Hij staat onderaan, hij moet zorgen dat PEC weer beter gaat voetballen. En dit is het speelveld waarin hij nou... Tijmen van Wissing, één keer opereert. Luisteren, want je luistert niet. Ja, ik zeg van, ja, maar dit is Langer... het stokpaardje wat je al weken gebruikt. Nee, nou, dat heeft Ad Langer gewoon verteld na de wedstrijd tegen Sparta. Ja. Dus ik vertel het ook even. Omdat die clubman is, zegt hij dit niet. Juist. En dat is het probleem. Soms even luisteren, dat is soms ook wel eens goed voor je. Ik hoor wel wat je zegt, maar dat zeg je nou al weken. En je kunt je daar achter blijven verschuilen. Maar hij moet het met deze selectie doen. En hij is nog steeds in de race om erin te blijven. En dan moet je je schouders eronder zetten. Dit kon gebeuren, dat had hij moeten weten. En dan had hij zelf maar iets beter zijn huiswerk moeten doen. Het is niet zo dat hij een loer is gedraaid door PEC, weet ik wat. Want hij is niet onder valse voorwenselen naar het McLean Park Stadion gegaan. Nee, dat wil mij ook niet zeggen. Hij is er zelf toch bij geweest. Nou, daarom. Hij heeft een beslissing genomen. En is dat dan gebaseerd op dat de groep het niet... brengen. Ik heb nog nooit gehoord dat die groep klaar is. Nou, dat bedoel ik. Dus dan denk je van, er spelen andere elementen. Heb je Bram van Polen nog gesproken? Nee, die heeft nog niet gereageerd. Marcel Boudestein was de enige woordvoerder. Dan gaan we even weer naar Boudestein. Hoe nu eigenlijk verder met PEC? We gaan eerst toewerken naar Feyenoord, naar de komende weken, die heel erg belangrijk zijn. En laten we hopen dat, want dat is ook het doel van Art geweest met, met het opstappen, dat dit een schokeffect teweeg brengt. En dat we nog we zitten nu op een derde van het seizoen, nog twee derde te gaan. Dus er is een gezegd, de ziek is nog niet dood. En zo sta ik er ook in. We gaan proberen een goede vervanger te zoeken. En we gaan proberen vanuit deze situatie proberen terug te knokken. Een goede vervanger.
Ja, ja, een goede vervanger. Ik hoorde... Ziek is nog niet dood. De naam Dick Schreuder. Dus niet Alfred, maar Dick. Dick is een talentvol trainer, heeft in Amerika gewerkt. Is nu de assistent bij Vitesse, hè? Bij Letch. Ik heb hem gehad als speler, hè? Ja, je hebt hem gehad bij Go Ahead. Ja. Ja. Hij is een gedreven jongen. Toch ook, of niet? Hij is een gedreven jongen. Nee, maar goed, hij is ook een trainer, hij is een denker. Dus wat dat betreft, verwondert mij niet dat je dit soort namen gaat noemen. Maar is het al heel serieus of moeten we... Geen idee meer. Nee, daarom. Nee, deze kwam bij mij via de app binnen. Ja, dat kan. Ja, ja. Ik ken hem persoonlijk ook. En een goede kennis van mij heeft contact met Dick Schreuder gehad. Ik ben vandaag aan het werk en van wie heb je het? Ja. Zo, nou, noem mijn naam maar. Ja. Ja. Nou, Dick Schreuder. Ja, nee, maar het zou een van de kandidaten kunnen zijn. Jaap Stam is ook een jonge, talentvolle trainer. Ik denk dat Jaap Stam daar moet zwollen, denk ik. Nou, ik denk vooral Jaap Stam er niet aan moet beginnen. Nee, maar dat schept wel weer verwachtingen aan de zijde van Zwolle als je Jaap Stam ophaalt. Ja, maar dan komt er ook vaak geld vrij in de pauze. Dat zou wel lekker zijn. Maar Jaap Stam heeft toch ook de laatste twee klussen redelijk wat krasjes opgelopen. Ja. En je hoorde net dat Zwolle ziek is. Ja. Maar nog niet dood. Nee. Nou, als iedereen dat nou gaat beseffen... Maar moet je wel zeggen dat Jaap Stam het wel hartstikke goed gedaan heeft. Nee, hij heeft het uitstekend gedaan, maar... Dan krijg je eerst die ploeg maar in een stabiele zijligging. Er is eentje wel heel erg slim geweest afgelopen zomer. Door geen assistent. Ja, maar hij is ook een vluchter. Nee, joh. Die kende de realiteit al. Die kende de realiteit, dat is het, denk ik. Nee, hij is wel verstandig geweest. Ja. Ja, ja, nou ja. Het is gewoon ook... ik vind het gewoon echt heel verdrietig. Ik ga er echt boos over maken hoe je zo'n club... nou gewoon te gronden richt met z'n allen daar. Nou, ik denk ze zitten er allemaal bovenop. Is dat typerend voor de voetballerij? Want dat zeggen ze altijd. Heel veel clubs, nee, joh, dat zeggen ze altijd. Omdat je op een gegeven moment wordt een club door amateurs geleid. En de professionals hebben dan toch een ander beeld. Tuurlijk gaat het om de resultaten. Jij hebt recht gelijk. Hij rommelt met het opstellingje. De ranglijst is niks. Het is allemaal niks. En dan weet je dat je een keer aan de beurt bent. Maar het verwachtingspatroon toen ze hem gingen halen... het was toch de man... Ja. Nou, en dan is het na een paar maanden word je afgeschoten op basis van waarvan? Van de samenwerking, van de onderlinge confrontaties. Ik zie niet dat die Boudestein nou de rugdekking geeft aan deze staf. Dat gevoel heb ik niet. Nee, als absoluut ik dit niet. Zie, maar... Nou, dat begint ermee voor mij. Ja, in mijn beleving. Ja, dat is het toch. Als het niet door resultaten... Ja, waar dan door? Ja. Die arts stapt toch niet zomaar weg? Maar je moet wel vertrouwen blijven houden. Ja, maar je kunt ook, hè, bij tegenwind zei ik vorige week al... of je kunt harder trappen, of je kunt inderdaad je af laten zakken in het peloton zoals jij doet, of afstappen. En dat doet Art in dit geval ook. Nou, Art zou normaal want ik heb hem de afgelopen maanden... Ja, nu even naar het humeur van Art. Nou ja, in de afgelopen maanden, in de voorbereiding was hij gewoon zichzelf. En nam hij je mee in hoe hij dan bezig is met het elftal, ontwikkeling. Nou, op een gegeven moment blijven die resultaten uit. Dan is hij wat narrig en dat snap ik na een slecht resultaat. Maar als je dan ziet, heeft hij twee keer gewonnen. Tegen Heracles, tegen de Graafschap. Dan is hij heel blij. En dan vervolgens 7 dagen later. Nou, het is echt maar een weekje tijd. Dit is Art in de laatste week. Ja. Nou ja, dus, ik zei al, ik ga hem gebruiken in de bespreking. Ik heb het nog niet gedaan, dus zal ik hem even onthouden om morgen alsnog te doen. De ketchupfles, schitterend. Een mooie metafoor. Dat doet veel met een mens. Ik denk met iedereen die er ook daar omheen bij betrokken is. Misschien ook met die 10.000 mensen die dan op de tribune hebben gezeten zaterdag en dinsdag. Ja, dan gaat de zon schijnen letterlijk, zeg maar. Maar zie je het nog goed komen? Zijn er nog ploegen die niet beter zijn dan jullie? Op dit moment niet, want wij staan strak onderaan en dat is terecht, dus nee. Maar op dit moment is de conclusie simpel, we staan zwaar onderaan en we zijn de minste ploeg van de Eredivisie. Maar dan is de selectie kwalitatief niet goed genoeg? Nou, of de trainer slecht, of geef maar een naam, dat zal daar ergens wel aan liggen. Je doet er wat nuchter of wat achterloos over, maar dat zijn toch hele belangrijke vragen op dit moment? Ja, dit is het antwoord, ik heb geen ander antwoord. Er is wat gebeurd, Jan. Tuurlijk. Achteraf hij dit ziet, er is gewoon grote boeien geweest in de organisatie. Anders kan het niet, Tijmen. Anders draai je niet zo bij. Ja, ik zeg niet dat je immuun moet zijn voor resultaat. Maar dit vind ik echt wel een verschil van dag en nacht. Ja, daarom. Maar goed, maar je ziet hem toch van gooi ik het naar buiten, ja of nee? En dat laatste antwoord denkt hij van nou, ik doe het nog maar niet. Ja, ik wil me graag bij... ook een beetje bij de feiten houden. En ik heb Marcel Boudestein nog nooit gesproken. Dus ja, en ik heb Art Langer nog niet gesproken. Ik heb ook niks tegen Marcel Boudestein. Nee, daar niks tegen, maar niet toch? Weet je, ik zou niet weten wat dan zo erg is. Misschien van visie. Hè? Ja. Waar gaat het over? Nou, en dan denk je, ben ik dan de juiste man nog?
met mijn collega's samen om dat schip weer recht te trekken. Maar er is in deze week, als je dit nou ziet, achter elkaar, en een week tijd. Nou, dat kan toch normaal. Wat moet er dan gebeurd zijn dat je het in één keer niet meer ziet zitten dat je opstapt? Dan is er wat gebeurd wat heel veel pijn doet. Gevoelsmatig heb ik dat. Ja, ja, ik ook. Nou, sluit me als gevoelsmens heel erg bij aan. En dat is jammer, want het is één, we zeiden steeds al, het is 1-12 bij Zwolle, maar het is al over 12, hè? Ja, en nu wordt er gekeken naar hè, Mike Williams van Polen. Ja. Die hebben nog wel het gevoel van, ja, we gaan de schouders eronder zetten, want we willen de club nog redden. Nou, Boudestein ook, neem ik aan. Die is er wel met de goede intenties ingestapt, maar ja, die zal zichzelf ook achter de oren krabben van... komt er allemaal op mijn bordje? Want hij heeft natuurlijk zijn vakantie gehad waar hij zich heeft ingelezen. Hij is zelf ook voetbaltrainer, hè? Heeft hij... Ja. Hij heeft, volgens mij heeft hij zijn coach betaald voetbal niet. Nee, maar hij is trainer op een heel aardig niveau bij Wiekwik, 28. En hij heeft natuurlijk betaald voetbal gespeeld. Dus hij bemoeit zich ook wel zijdelings met technische zaken. Op zich vind ik dat geen ongezonde situatie als algemeen directeur, als hij ook een beetje uit de voetballerij komt. Nee, ik vond in eerste instantie, ik had er niet over nagedacht dat Marcel Boudestein algemeen directeur zou worden. De verhalen die je hoort is alleen dat hij nu de club in brand staat, dat hij gewoon elke dag daar zou moeten blussen. En ja, je kunt niet een club blussen met 30 uur in de week. Nee. Dat zijn de goede geluiden die ik van het personeel douw. Maar een algemeen directeur met een voetbalachtergrond, dat kan voordelen hebben. Het kan ook een gigantisch nadeel zijn. Die gaat toch heel snel ga je met dat voetbalgedeelte bemoeien. En dat is lastig. Ja. Nee, maar dat is lastig als de resultaten achterblijven. Maar het gaat nu ook heel veel over Boudestein. Die selectie is kwalitatief gewoon matig. Lastig. Ja, hoe vaak hebben we dat al niet geroepen dan? Ja, nou ja, maar ik zie het niet meer goed komen. Je hebt nou twee hele belangrijke thuiswedstrijden in de komende 4 weken. En die moet je gewoon winnen, want anders... Dan kan je de tickets bestellen met de kerst. Maar dan moet toch wel zo snel mogelijk een nieuwe trainer voor de groep en een nieuwe assistent. Ja. Trainers zijn er zat. Heeft Robert Maarschal zich al aangemeld? Nee, maar in de Eredivisie zijn toch zat trainers die daar willen werken. Alleen je staat nu in een andere situatie als je onderaan zat. Nee, ik hoef mij niet aan te kijken. Het is de enige club die je nog niet hebt gehad in onze provincie. Nee, maar Jan past dat niet. Je moet... Nee, ja, Jan past daar sowieso niet. Nee, nou, het gaat niet om of je... Het gaat toch om het doel. Je moet Zwolle in de Eredivisie houden. Nee, Zwolle in de Eredivisie houden. Dat is je opdracht met z'n allen. Niet... Nee, daarom. En dat moet... Daar zitten wij ook voor. Dat moet de gemeenschappelijke koers zijn. En ja, dat is op dit moment nog niet aan de orde. Nee. Het is... Maar ik werd wel verrast door die Art. Dat het zoveel pijn doet. Want ik kijk er ook naar. We hebben hem vaak gesproken. Hij is toch echt een Zwolle naam, man. Dan stap je toch niet zomaar weg. Dan is er toch wat gebeurd. Ja, ik ga met je mee. Over een tijdje horen wij dat wel. Let maar op. Ja. Art was zelf niet bereikbaar voor commentaar. Nee, logisch. Nee, kan ik me niets meer voorstellen. Toch? Ja. Dit was hem, de extra Oosttribune. Mocht u tips hebben, geef ze aan ons via sports@rtvoost.nl. Komende vrijdag zijn we er weer in IJs en Wederdienen. Mocht er iets gebeuren in Overijssel, dan hoort u het en ziet u het op TV Oost. En u kunt het ook allemaal nog nalezen op rtvoost.nl. Want daar kun je ook het hele interview zien met Marcel Boudestein. Bedankt voor het kijken.